hip-hop in je smol. In je smol. Hip-hop, hip-hop in je smol. Smol, smol. Voor ons is Japan meer, ja, hoe zeg je dat? Het is geen thuisbasis, maar het is wel, ja, second home of zo. Kijk, we hebben dan meerdere releases ook gedaan. De laatste maanden hebben we iets van 5 of 6 releases gedaan. Niet onder La Melodia, Melody solo project. Ik heb remixes gedaan. Een ding voor Hapidou samen met een andere zangeres. Maar niet dat we daar elke maand zitten of zo, weet je wel. Dat is het niet, maar het is wel zo dat we gewoon, dat we Mad Love daar krijgen. En dat er gewoon, dat er heel veel copies worden verkocht van onze releases daar. Dus dat is heel erg tof. En daarnaast houden we gewoon heel erg van het land, weet je, van het eten. De mensen zijn er super vriendelijk. Ja, ik weet niet. Ik heb echt wel een heel goed gevoel bij Japan. Zeker weten, ja. Het is wel zo van, nee, de volgende keer als we weer kunnen gaan, dan gaan we meteen. Hoef ik niet over te twijfelen of zo. Nee. We hebben natuurlijk wel een soort van speciale relatie met Japan, weet je. Kijk, zij waren natuurlijk wel de eerste die eigenlijk echt in ons geloofden. En die in ons hebben geïnvesteerd. En daardoor hebben we ons eerste album uit kunnen brengen. En dat is echt wel heel erg special. En de mensen daar, die zijn ook veel meer, ja, hoe zeg je dat, veel loyaler. En je investeert echt lang in een relatie. En die relatie gaat ook heel erg lang mee, weet je. Dus wat dat betreft hebben we echt wel een speciale band met Japan. En het feit dat onze muziek daar gewoon heel erg goed loopt, weet je, dat stimuleert dat alleen maar meer. Maar anderzijds is het natuurlijk ook zo dat je niet alleen moet blind staren op één land, weet je, op Japan. Ik bedoel, there's a whole world out there. En ik zou ook bijvoorbeeld graag binnenkort eens een optreden willen doen in New York, weet je wel, in de States. We hebben daar laatst een feature gedaan op MySpace USA. Nou, het was echt gewoon fucking 35.000 views per dag en 500 nieuwe friends ads. En iedereen vond het helemaal dope. Dus ja, daar is ook een markt, weet je. Ik denk dat er veel meer mogelijkheden voor ons zijn. Ja.